Dit zal weer een campagne worden, zeker aan Franstalige kant, van gratis, gratis, gratis. Ben jij een succesvolle politicus? Ja, we zullen zien met de volgende verkiezingen natuurlijk. Wat is de definitie van succes? Ja, dat is natuurlijk... Nu trek ik hier weer de meest brede vraag uit mogelijk. En u bent wellicht ook nummer 1 vijand van de culturowereld. Welkom, Filip. Het Vlaams Belang is een van de meest invloedrijke partijen, om niet te zeggen de meest invloedrijke partij de afgelopen 40 jaar vanuit de oppositie bijvoorbeeld. VCast is de vodcast van VNieuws. Deze vodcast kent dus taboes nog politieke correctheid. Wel bespreken we de echte feiten, ongefilterd en met interessante en spraakmakende gasten. We zeggen luid op wat u denkt en nodigen uit wie de systeempers weert. Goedenavond iedereen, dit is VCast, dat is de vodcast van VNieuws. Dit is Robin Gouy, onze redactiechef. Ik ben Jonas Snaier, de hoofdredacteur. En samen zijn we de gastheren van VCast. Voor onze eerste, allereerste gast zelfs, hebben we Filip Brusselmans vandaag in onze studio. Filip Brusselmans is VBE-voorzitter. In 2019 had hij ook nummer 4 plaats op de Vlaams parlementlijst beter in Oost-Vlaanderen. Vandaag is dat nummer 3 en u bent wellicht ook nummer 1 vijand van de culturowereld. Welkom, Filip. Dankjewel. Dag Jonas, dag Robin. Welkom. Filip, het is natuurlijk een heel nieuw concept. Het is ook de pilootuitzending, maar we beginnen graag met een ijsbreker. Ijsbreker. Welke mens zit hier voor ons? We hebben daarvoor wat kaartjes. Dat zijn natuurlijk allemaal vragen. Mm-hmm. Je mag daar een kaartje uitkiezen. Eentje? Eentje, ja. Ik ga niet overdrijven. Ik weet nu niet of dat er verschillende thema's zijn of zo. Normaal gezien wel, maar kijk. Wat is de definitie van succes? Ja, dat is natuurlijk... Nu trek ik hier weer de meest brede vraag uit mogelijk. Maar als we dat misschien op politiek vlak een beetje bekijken, dan denk ik dat het succes van het Vlaams Belang, of het succes van een politicus of een politieke partij, dat we dat kunnen afmeten aan hoe goed zij de stem van de man of vrouw in de straat tot in die parlementen brengen en dan wel degelijk daar ook iets mee proberen doen. Vanuit de oppositie als het moet, vanuit de meerderheid als het kan. Maar ik vind dat politici er moeten zijn voor mensen. Wij zijn volksvertegenwoordigers en dat we dat altijd moeten blijven onthouden. En als je dat goed doet, dat je dan een succesvol politicus kunt zijn. Ben jij een succesvolle politicus? Ja, we zullen zien met de volgende verkiezingen natuurlijk. Het is niet aan mij om daarover te oordelen, maar ik probeer in ieder geval wel mijn stinkende best te doen, samen met trouwens alle andere Vlaams Belang parlementsleden en vooral ook de mensen achter de schermen die we niet mogen vergeten, die zich elke dag 100% inzetten voor onze mensen en voor een betere toekomst. Maar ik denk als we naar de peilingen kijken, dat het voor jouw partij tenminste er heel goed uitziet. Hè? Misschien kunnen we daar nog even over hebben, over de peilingen later. Ja, altijd leuk om het erover te hebben als ze er goed uitzien natuurlijk. Maar peilingen zijn ook maar peilingen. Ik denk dat we ons daar echt wel van bewust moeten zijn. En we zijn dat ook binnen Vlaams Belang wel. Er ligt nog een hele lange weg tot aan de verkiezingen. En vooral, ja, dan begint het echte werk ook pas natuurlijk. Hè, als je dat mandaat van die kiezer hebt gekregen. Dus voetjes op de grond en keihard blijven doordoen. Oké. Zullen we naar het volledige segment gaan of beter? Zeker, het, zeker. Ja. Keelgrijper. Welke gebeurtenis bleef u bij deze week? Het tweede segment, wat ik opnieuw, we zitten in de eerste aflevering, maar het tweede segment is eigenlijk, het heet Keelgrijper. En dan vragen we natuurlijk aan onze gast wat hun naar de keel greep afgelopen week. Dus Filip, wat greep jou naar de keel deze week? Er waren wel enkele zaken, dus ik moest even nadenken. Maar ik heb dan toch gekozen voor de zogenaamde 32-urenweek van de PS en van Paul Magnet eigenlijk. Dat afgelopen week werd gelanceerd. Het idee is dus dat mensen minder moeten gaan werken en nog altijd hetzelfde loon moeten kunnen blijven behouden. En dat klinkt natuurlijk allemaal mooi, zoals heel veel mooi klinkt wanneer het gratis is of wanneer je minder moet doen om hetzelfde te krijgen. Alleen weet, denk ik, zowat heel Vlaanderen dat zoiets onrealistisch en onbetaalbaar is. En het duidt toch echt wel op de bepaalde fantasiewereld waar men in Wallonië, of toch in politiek Wallonië, in leeft. En we zien nu waar deze campagne naartoe gaat gaan. Hè. Dit zal weer een campagne worden, zeker aan Franstalige kant, van gratis, gratis, gratis. Omdat ze weten, aan het einde van de rit, is het inderdaad niet Wallonië die de rekening moet betalen, maar is het Vlaanderen en dus de Vlaming die de rekening van Wallonië zal moeten bijpassen. En
Het sterkt me alleen maar in het verzet tegen België en tegen de transfers. Het is misschien ook een beetje de PvdA die de PS opjaagt. Ja, zij zien ongetwijfeld de opkomst van de PTB in Wallonië, de communistische partij, die eigenlijk met dat verhaal naar de kiezer probeert te trekken. Gratis, gratis, gratis. En de rekening die zal nadien wel komen voor de volgende generaties of voor de Vlaming. Dus ja, ze voelen natuurlijk die hete adem, maar ik vind, ja, je moet toch een beetje verantwoordelijk blijven als politicus. En ja, zulke voorstellen doen, dat klinkt allemaal mooi, maar ik ben er 100% van overtuigd dat de Vlaming absoluut weet dat dat ondenkbaar is, dat zoiets betaalbaar is, maar ook helemaal niet wenselijk overigens. Hè. Wij hebben hier in Vlaanderen een vrij hoge werkzaamheidsgraad, wij zijn vrij productief, maar aan de overkant van de taalgrens is dat niet zo. Er is een zeer lage werkzaamheidsgraad in Wallonië. En men zou dat beter eens proberen opkrikken, dat iedereen aan het werk is, zodanig dat mensen ook een inkomen hebben, dat de koopkracht wordt versterkt, enzovoort. Dat is waar men volgens mij in Wallonië op moet inzetten. Niet zeggen, ja, die hangmat, we gaan die nu nog groter maken. Ja, okay. Uiteraard. Nee, u had het zelf ook al aan betaalbaarheid. Dat is foutu, om het dan toch op zijn Frans te zeggen. Mm-hmm. Een taal die Magnet spreekt. Maar naast de betaalbaarheid en de haalbaarheid ervan, ja, de work-life balance, er gaat heel veel aandacht naar de afgelopen jaren in politiek. Het Vlaams Belang is er zelf ook mee bezig. En dat is dan ook een punt van kritiek dat experten meteen uiten op het voorstel van Magnet en de PS. Dat het eigenlijk niets gaat doen aan de work-life balance, aan de verbetering ervan. De mensen gaan minder uren werken, maar hetzelfde gaat nog steeds verwacht worden. En welke richting zou het Vlaams Belang daar dan eerder mee uit willen? Ja, ik ben blij dat je dat zelf hebt aangehaald, inderdaad, want ik heb die artikels ook gelezen. Ik was toch blij dat er enige tegenstand kwam tegen de leugens die Magnet vertelt. Nu, voor het Vlaams Belang is die work-life balance, de balans tussen enerzijds uw gezin hebben, met uw kinderen kunnen zijn, met uw partner kunnen zijn, enzovoort, en anderzijds natuurlijk ook gaan werken, die is voor ons zeer belangrijk. En wij stellen verschillende maatregelen voor, hè, zoals bijvoorbeeld een verdubbeling van het ouderschapsverlof. Maar ik denk ook bijvoorbeeld dat het moet mogelijk zijn dat als je op een bepaalde fase in je leven kiest om thuis te blijven voor de kinderen, en je hebt daarvoor wel een voltijdse betrekking, een voltijdse job gehad, dat het ook moet mogelijk zijn om tijdelijk met een opvoedersinkomen thuis die mogelijkheid te krijgen om ook voor je kinderen te zorgen. Want vandaag is het vaak kiezen tussen of ik ga werken, of ik zorg voor mijn kinderen. En dat is toch echt iets dat eruit moet. Het zou bijvoorbeeld ook de emancipatie van de vrouw, zou er ook veel goed aan doen, hè, aan die kant. Omdat, ja, natuurlijk, we zien vandaag die loonkloof tussen man en vrouw, die is bijna weg en dat is maar goed ook. Maar we zien dat veel vrouwen zich soms genoodzaakt voelen om nooit een carrière te starten bijvoorbeeld, nooit te gaan werken, omdat ze denken, ja, maar ik ga later toch voor kinderen. En met ons voorstel is beide mogelijk. En ik vind dat wel echt iets belangrijk en iets heel sterk aan onze partij. We zijn ook de gezinspartij bij uitstek. Met voorstellen als dat, proberen we dat ook te bewerkstelligen. Maar ik denk dat er nog een andere component aan is, en dat is heel het onrechtvaardigheid, of de onrechtvaardigheid die in zo'n voorstel zit. Het is al, wij betalen hier de hoogste belastingen van de wereld. Dat, ik denk dat ondertussen iedereen dat niet alleen weet, maar ook voelt in zijn portefeuille. En wie gaat werken, die draagt gemakkelijk 53% van zijn bruto loon af aan de Belgische overheid. Om de putten die steeds dieper worden, om die toch maar te proberen vullen. En gekker wordt het niet meer, zeker als je daarnaast weet dat de kloof tussen werken en niet werken enorm laag is in dit land. En dan denk je toch, met wat ben je dan bezig? Om dan te gaan zeggen, ja, we gaan vooral de mensen aanmoedigen om minder te werken. Ja, ik vind dat heel gek. Wel, als ik daarop mag inpikken, ja, het is dubbel gek natuurlijk, want in Wallonië hebben ze eigenlijk tekort aan jobs en in Vlaanderen hebben we een teveel aan jobs, we krijgen ze niet ingevuld en in Wallonië gaan ze dan de jobs in stukjes gaan hakken, terwijl de meeste werklozen Wallen eigenlijk geen zin hebben om in Vlaanderen te komen werken. Maar als ik misschien een tweede vraag beter kan stellen over de betaalbaarheid. Ja, het Vlaams Belang wil meer netto uit bruto, dat heb ik ook begrepen van sociale media. Maar dat moet natuurlijk wel betaald worden. Als jullie zeggen, ja, de PS-voorstellen die zijn helemaal onbetaalbaar,
dan moeten jullie wel ergens anders geld gaan halen, denk ik dan. Ja, absoluut. Jullie, ja. Dus inderdaad, we willen werken meer laten lonen, omdat je vandaag ziet dat je met een werkloosheidsval zit. Dus de moment dat iemand beslist, om die niet werkt vandaag, om dan toch te gaan werken, het verschil tussen die uitkering en wat hij meer zou verdienen als hij of zij fulltime gaat werken, 91% van dat verschil, van die surplus dat je krijgt, dat gaat gewoon naar de Belgische staat. Dus dat is te gek voor woorden. Dus je moet ervoor zorgen dat je lasten op arbeid dat daalt, zodanig dat mensen meer netto over hebben op het einde van de maand en dus ook meer geld hebben om te besteden. Enerzijds, de koopkracht van de mensen gaat erop vooruit. En anderzijds wordt het ook gewoon interessanter om te werken. Trouwens, het probleem van Wallonië is iets complexer zelfs dan dat u het schetst. Er is in een bepaald segment op de arbeidsmarkt in Wallonië ook een krapte, zoals we dat hier vandaag kennen. Alleen, wat is daar het probleem? Bij ons is 80% van de werkzame of de bekwame bevolking die is ook effectief aan het werk. Daar niet. Daar ligt dat veel lager. Dus het is een kwestie van de mensen te activeren wat men in Wallonië moet doen. En inderdaad, belastingen verlagen, daar zit altijd een kostprijs aan. En dan krijg je vaak het verwijt, ja, maar er is nu al geen geld. Hoe kan dat nu, er is nu al geen geld? Wel, ik zal u eens iets vertellen. Er is heel veel geld in dit land. Er is heel veel geld dat de Belgische overheid of de Vlaamse overheid ter beschikking heeft. Alleen wordt het uitgegeven aan verkeerde dingen. En zo zijn er 3 grote besparingen die wij graag zouden doorvoeren, naast een tal van andere zaken natuurlijk. Maar 3 grote besparingen, dat is 1, het stoppen van die transfers van Vlaanderen naar Wallonië, wat ons gemakkelijk, en er zijn vele studies over, maar dat ligt ergens tussen de 8 en de 14 miljard, afhankelijk van welke studie we erbij nemen. Dat is enorm veel geld. Daar kan je onmiddellijk de lasten op arbeid mee verlagen en tegelijkertijd zelfs de pensioenen verhogen met dat budget, bijvoorbeeld. Ten tweede, we willen besparen op ons politiek systeem. We zitten vandaag in een zeer gek land waar we enorm veel regeringen en ministers hebben. Wij stellen voor om gewoon nog 1 regering over te houden. Dat is heel gemakkelijk. Dat is de Vlaamse regering met 7, 8 of 9 ministers. Dat zal het grote verschil dan niet meer maken. En 100 Vlaamse parlementsleden. Simpel, iedereen weet waar hij naartoe moet en ook veel betaalbaarder. En dan is er natuurlijk nog een 3e grote besparing en dat is die migratiefactuur. Onze sociale zekerheid die staat enorm onder druk. Heel veel belastingen die worden geïnd door arbeid. Dus mensen die gaan werken, die geven heel veel af. En naar waar gaat dat geld? Dat is naar onze sociale zekerheid, die onder enorme druk staat door heel veel mensen die hier aankomen, die nooit hebben bijgedragen, maar dan wel willen genieten van diezelfde sociale zekerheid. En je moet niemand uitleggen hoe zo'n rampscenario afloopt op het einde. Het is zoals een verzekering waar niemand aan bijbetaalt, maar iedereen van geniet. Dan zal die verzekeringsmaatschappij ook na een maand al zeggen, ja, maar met deze groepsverzekering stop ik. En ik denk echt dat wij iets moeten doen. Van, ik ben ervan overtuigd aan de enorme migratiestromen naar ons land. En dat zijn 3 heel grote besparingen waarmee we veel meer kunnen doen dan het verlagen van de lasten op arbeid. Maar onder andere ook dat. En ik denk dat dat een van de eerste maatregelen is die we moeten nemen als de kiezer ons dat mandaat geeft. Ja, excuseer. Wel, als ik kan samenvatten, dan is het eigenlijk, we knippen in de migratiefactuur, we knippen in de transfers, we knippen op het politiek systeem. Met die centen gaan we eigenlijk zorgen voor meer netto uit bruto. Ja, inderdaad. Absoluut. En als we dan ook de olifant in de kamer mogen benoemen, binnen het Belgische bestel, is dat mogelijk of is dat niet mogelijk? Nee, het is onmogelijk. En je ziet dat door die voorstellen van Magnet. Is daarom ook dat mij dat zo aangrijpt. Of wat was het? Keelgrijper was het? Precies, de naam van dit zoek. Waarom mij dat zo aangrijpt? Omdat je ziet dat daar de geesten helemaal nog niet gerijpt zijn. Dat zijn totaal andere koers uit willen dan Vlaanderen. En op zich, ja, democratisch kan dat. Hè. Als de PS daar hun legitimiteit voor krijgt, als mensen daarvoor stemmen in Wallonië, dan vind ik als democraat dat absoluut moet kunnen. Maar dan is dat dan wel voor hun rekening. Want in Vlaanderen stemt de kiezer anders. De Vlaming wil niet dat beleid. En dus is het hoog tijd om elk onze eigen weg te gaan, ook op socio-economisch vlak of op fiscaal vlak. Absoluut. Binnen Belgische context krijgen we zoiets nooit nog gered. Ja. En wel, ik ben ook blij dat je eigenlijk het communautaire kant van het verhaal aanhaalt, want die is er ook wel, denk ik. Ik heb een aantal commentaarschrijvers ook gezien dat dit het perfecte PS-voorstel was voor N-VA. Natuurlijk, dat is diezelfde N-VA die met de PS een soort van confederaal model wil uitbouwen. Ik denk dat ze het zelf niet meer weten ondertussen. De Wever heeft al enkele bochten van 180 Ja, elke week is er natuurlijk een ander verhaal bij N-VA. Maar denk je dat dat... Allee,
Denk je dat daar ook een bepaalde campagne achter zit van beide partijen om daar electoraal gewin uit te halen? En anderzijds, ja, hoe realistisch zijn dan de oplossingen van zowel PS als N-VA? Ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken, of ik heb geen glazen bol die mij zegt of dit een 1-2'tje is tussen de N-VA en de PS. Wat ik probeer te doen als politicus is vooral te concentreren op mijn eigen partij, op het Vlaams Belang, en met de juiste voorstellen naar voren te komen en zelf met de juiste oplossingen te komen voor onze mensen en voor onze toekomst. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je kan ze veel verwijten bij de PS of de N-VA, maar... het zijn natuurlijk geen idioten. Zij weten zelf meestal ook wel dat hun voorstellen onbetaalbaar zijn. Alleen bekt het goed. Er moeten verkiezingen gewonnen worden. Dus komen ze daarmee naar buiten. En zoals jullie daarnet zelf al aanhaalden, is het voor de PS belangrijk om de PTB te plezieren langs de ene kant. En ja, N-VA zegt altijd het Vlaams Belang zal op federaal niveau niet van tel zijn. Zij kunnen niet besturen, maar wij wel. Wij gaan dat op federaal niveau wel even beklinken in een snelle staatshervorming of zo met PS. Wat dat ze er dan vergeten bij te vertellen, is dat de PS al 100 keer heeft gezegd dat ze dat absoluut niet willen om dat met N-VA te doen. En als je dan ziet met wat voor voorstellen de PS komt, dan wordt die kloof nog groter en dan wordt het vooral het verhaal van N-VA meer en meer ongeloofwaardig. En waar ik nog meer dan ooit na die uitspraken van Magnet in geloof, is dat wij als Vlaamse partijen eigenlijk een blok, een front, een Vlaams front zouden moeten vormen tegen de Franstaligen. En dat wij echt een duidelijke keuze moeten maken vanuit het Vlaams parlement. Van kijk, wij gaan hier onze eigen weg. Niet alleen omdat we het willen, maar ook omdat het echt moet in het belang van onze burgers. Oké. Misschien natuurlijk gerelateerd eraan, maar nee, een ander hoofdstuk wel. Binnen Vlaanderen, daar heeft het Vlaams Belang natuurlijk ook ambities. Drijfveer. Waarom, waarom, waarom? Het tweede gedeelte van de podcast heet eigenlijk Drijfveer. Dan is de vraag, waarom, waarom, waarom ben je zo gekant tegen die linkse culturo-wereld? Daar gaan kennelijk wel wat Vlaamse subsidies naartoe. Ja, absoluut. Nu, ik ben niet gekant tegen de cultuurwereld aan zich of tegen cultuur. Absoluut niet. En dat is toch een misverstand. Allee, of iets dat, is geen misverstand, maar een kwalijk iets dat ons door tegenstanders wordt aangesmeerd, is dat het Vlaams Belang anticultuur zou zijn. Maar ja, wel in tegendeel. Ik geloof erin dat cultuur een van de hoekstenen is van een gezonde samenleving. Wij zijn een partij die heel veel praat over identiteit. En ja, cultuur is natuurlijk een belangrijk sleutelelement, een bouwsteen van iemands identiteit. Dus ik vind net dat we meer moeten inzetten op cultuur. Maar dan wel de Vlaamse cultuur, onze cultuur. Okay. En meer doen aan gemeenschapsvorming, aan die identiteitsvorming. Akkoord. Wel, om daar even op in te pikken, sorry dat ik onderbreek, hè, Philippe. Maar... zegt hetzelfde, er moet geïnvesteerd worden in die identiteitsvorming door middel van cultuur dan. En ik en veel mensen met mij ongetwijfeld hebben de indruk dat heel die cultuursector momenteel toch wel doordrenkt is van een soort politiek activisme. Ja. Hebben we dat fout? Nee, absoluut niet. En dat is inderdaad het punt waar ik toe wou komen, is dat... de cultuursector aan zich is helemaal niet volledig links. Het probleem is dat er een soort... kruin zit, de culturele elite, die heel veel bepaalt, die heel veel macht in handen heeft, die zeer duidelijk links georiënteerd is, tot zeer radicaal links georiënteerd is zelfs. En het is eigenlijk, om het eenvoudig te proberen uitleggen hoe zoiets in werking gaat, waarom dat zij zoveel macht hebben, alle subsidies die worden verdeeld, dat passeert via onafhankelijke commissies. Dus het is eigenlijk de Vlaamse regering, via het Vlaams parlement, die een budget ter beschikking stellen voor, ik zeg maar, podiumkunsten. En dat zijn de theaters, de dansvoorstellingen, op grote podia. En dus het Vlaams parlement geeft een budget ter beschikking. En dat wordt verdeeld onder verschillende commissies. En dat zijn geen politici dat daarin zitten, maar dat zijn zogenaamde experten. Nu, wat zien we in de realiteit, is dat dat vooral een ons-kent-ons-wereld is, waar men bijvoorbeeld, stel je voor dat we commissie 1 en 2 hebben, waarin commissie 1 een expert zit die een aanvraag beoordeelt van een expert die in commissie 2 zit en vice versa. Dus stel je voor dat jij een aanvraag indient voor een subsidie en ik moet daarover oordelen, maar tegelijkertijd dien ik ook een aanvraag in voor subsidie waar jij over moet oordelen. Ja, dat klinkt als een gemakkelijk systeem.
hebben. Ja, dan valt er inderdaad iets onder ons te regelen. En dat is het hele probleem met hoe die subsidies vandaag verdeeld worden, waardoor je dus een hele machtsconcentratie krijgt bij een zeer klein deel van de cultuursector. Maar zij bepalen wel wie er aan het einde van de dag Vlaams belastinggeld zal krijgen en wie niet. En zullen politieke tegenstanders aan zeggen, ja, de contouren binnen waar zo'n commissie mag beslissen, de elementen waarop men een aanvraag moet beoordelen, die worden vastgelegd door de Vlaamse overheid. Dat is waar, maar die zijn zo vaag geformuleerd, zijn volgens mij ook niet juist. We hebben al verschillende voorstellen gedaan om die ook aan te passen. Dat men in die commissie nog altijd zijn eigen gangetje kan gaan. En pas op, ik ben voorstander van het feit dat die commissies onafhankelijk moeten kunnen werken, maar we moeten toch wel eens kijken naar de samenstelling daarvan, of dat wel representatief is voor de samenleving, of zelfs voor het culturele werkveld. En dus zijn we in een situatie terechtgekomen, helaas, hè, want ik vind dat heel spijtig, dat de cultuursector zo'n een slechte bijnaam heeft gekregen, maar ze hebben er wel zelf voor gezorgd op de een of andere manier. En dat is jammer, want we zien dat heel veel belastinggeld van een Vlaming, en het gaat echt wel over een bedrag, dat gaat naar voorstellingen, naar zogenaamde cultuur, waar de Vlaming niks van af weet, of die de Vlaming niet lust, waar niemand naar komt kijken. Een beetje elitair soms. Ja, absoluut. De voorbeelden die ik vaak aanhaal, ik heb er trouwens ook recent een boek over geschreven, dat ook uitkomt binnenkort, de subsidieslurpers, waar ik enkele voorbeelden ook in heb geduid, heb uitgelegd. Dat gaat van piemelzwaaiende mensen op een podium, waar dan scholen naartoe moeten kijken, die worden dan gesubsidieerd. Maar ik vraag me dan af, ja, welke Vlaming staat hier om te springen? Wie heeft hier om gevraagd? En voor mij, voor alle duidelijkheid, moet iedereen alles kunnen doen, of toch in de mate, zolang dat het maar een ander niet staat, centen, op een podium. En als jij je allerindividueelste gevoelens wilt uitdrukken, ja, be my guest, daar ben ik niet tegen. Maar moet dat dan allemaal gesubsidieerd zijn met belastinggeld van de Vlaming? Dat vind ik niet. Als je met belastinggeld werkt, dan moet er ofwel een maatschappelijk nut voor zijn, of het moet bijdragen aan de Vlaamse cultuur, vind ik. Op die twee zaken moet ons cultuurbeleid gestoeld zijn. Dat is het vandaag niet, maar dat is wel onze visie met Vlaams Belang. Wel, de cultuursubsidies, dat gaat natuurlijk over podiumkunsten, dat moet ik u niet vertellen, maar dat gaat ook over nog heel wat andere zaken. Zo is er ook natuurlijk dat sociocultureel volwassenenwerk, zoals men dat noemt. Maar mijn indruk is toch dat daar heel veel politiek activisme tussen zit, heel veel linkspolitiek activisme. Dan hebben we nog niet gesproken natuurlijk over al die etnoculturele clubjes. Die ook, ja, exact. Daar willen jullie dan toch in knippen, of ben ik daar verkeerd in? Ja, maar ik vind ook dat dat helemaal niet toebehoort tot de culturele sector. Ik begrijp ook niet waarom dat nog resorteert onder het zogenaamde cultuurbeleid. Om een lang verhaal kort te maken, de Vlaamse... Het Vlaams volwassenenwerk eigenlijk is gestart als een soort sociale beweging om mensen te emanciperen. Het komt eigenlijk voort vanuit de Vlaamse beweging, vanuit de onafhankelijkheidsstrijd. Het was vooral de bedoeling om mensen te leren lezen. Denk aan de consciences van deze wereld. Volksverheffing. Ja, dat waren eigenlijk de eerste volwassenenwerkers bij uitstek. En zo is dat verder geëvolueerd tot in de jaren 60. Waar we de invloed van het cultuurmarxisme eigenlijk beginnen zien, waar linkse denkers zeggen, de strijd om de macht gaat niet zozeer om een politieke strijd, maar is vooral strijd om de ideeën. En we moeten de cultuursector, we moeten de media enzovoort, moeten zien dat we daar de juiste mensen hebben zitten die de anderen in de juiste ideologische richting kunnen sturen. En dat is ook gebeurd en dat is binnengesijpeld in die culturele sector. En het volwassenenwerk dat we vandaag zien is een mix tussen ofwel politiek activisme, organisaties als Vrienden van Hart Boven Hart. Dominique Willaert, mij niet onbekend, inderdaad. Die met Dassingen van de Vlaming bijvoorbeeld workshops, hoe betoog ik tegen het Vlaams Belang, organiseren. Allee, dat is wat zij doen. Voor mij is dat puur politiek. Het heeft niets meer met cultuur te maken. En opnieuw, dat moet kunnen in een democratie, moet
moet dat absoluut kunnen, maar moet dat allemaal zomaar gefinancierd worden met iedereen zijn belastinggeld? Maar dus enerzijds heb je die politieke clubjes, aan de andere kant heb je inderdaad migrantenorganisaties. De enige reden waarom die onder het culturele werkveld zitten, is heel eenvoudig, anders zou de migratiefactuur nog hoger zijn. En nu valt dat daar niet onder. Als wij cijfers opvragen, als wij studies doen naar het berekenen van de migratiefactuur, worden die cijfers daar niet bij gerekend. Maar eigenlijk gaat het om een verdoken migratie kost wanneer de federatie van Marokkaanse verenigingen of de Turkse Unie, en dat is dan de tegenhanger van die Marokkaanse verenigingen, Kif, Voem enzovoort, zijn allemaal organisaties die zich terugplooien volgens mij tot één afkomst, één etniciteit en enkel met die mensen aan het werk gaan. En officieel krijgen zij subsidies om een soort brugfunctie te vormen. Een brugfunctie tussen de Marokkanen en de Vlamingen, tussen de Turken en de Vlamingen. Maar het omgekeerde gebeurt. Ja, in de realiteit gebeurt absoluut het omgekeerde. Hè. Men blijft voortdurend zijn eigen mensen zien, ook de eigen taal spreken. En dus het is net iets dat ervoor zorgt dat mensen minder inburgert dan dat ze meer inburgeren. Maar zulke organisaties krijgen met gemak, en hou u vast voor de cijfers, met gemak €350.000 per jaar. Sommigen 450.000, anderen 200.000. De bedragen zitten vaak daartussen, maar dat is heel veel geld. Eentje dat mij altijd bijblijft, is een projectsubsidie. Dus dat is eigenlijk iets dat je dan maar voor korte tijd krijgt. Mm-hmm. En dat was een dame uit Brussel, ongetwijfeld een sympathieke dame, die ken ze niet, die joggen voor hoofddoeken organiseerde. Ik herinner me dat, juist. In Brussel. En die vrouw die kreeg daar €80.000 voor. Maar en dan waren er 7 mensen naartoe gegaan. Ja, inderdaad. Ja. Maar dan is mijn vraag... Ja, wat doet je met die €80.000? Allee, ik wil met jullie gaan joggen straks, maar het gaat geen 80.000 euro. Ah ja, als iedereen €10.000 van die joggers krijgt, dan goed verdiend. En dat is het cultuurbeleid vandaag. En er zit echt iets grondig fout. Wij proberen dat aan te klagen, proberen die heilige huisjes in te trappen. En ik had de indruk dat Jan Bon, toen hij minister van Cultuur werd, dat ook wou doen. Hij heeft heel straffe woorden gebruikt. En tomaten gekregen. Tomaten gekregen na die straffe woorden. Ik denk dat die tomaten zijn blijven kleven, of toch op zijn minst hun werk hebben gedaan, want hij is helemaal gekeerd. Hè. Waar hij eerst 60% op van dergelijke projectsubsidies was dat joggen wou besparen, heeft hij na enkele maanden volledig omgedraaid. En als we vandaag zien, 4 jaar later na die uitspraken, of 4,5 jaar later na die uitspraken, moeten we vaststellen dat er geen enkele cultuurminister is geweest sinds Bertensiot. En Bertensiot, die kon er wat van, die zoveel extra geld heeft gegeven aan de cultuursector en vooral aan dat soort organisaties dan Jan Bon. En dan denk ik, we hebben een coronacrisis gehad. We gaan in een gezondheidscrisis hebben gezeten. We zitten met korte handen aan het bed door de zorg. We stevenen af op een pensioencrisis enzovoort. En vraag ik mij af, hoe kun je nu in godsnaam verantwoorden dat je aan zulke zaken de afgelopen 5 jaar zoveel extra geld hebt gegeven? Wat over honderden miljoenen. Voltaire zei vroeger natuurlijk, je weet wie de macht heeft door te zien wie dat je niet mag bekritiseren of in dit geval centen afpakken. Misschien vooraleer dat we naar onze laatste ronde gaan. Ik zie dat je nieuw boek nog niet mee hebt, maar wel een brochure. Misschien wil je daar één iets uitlichten voordat we naar de volgende ronde gaan. Een oplossing? Ja, ik heb al een paar dingen verteld natuurlijk. Ik denk iets wat de mensen het meest gaat doen... verbazen als ze deze brochure lezen, is dat een van onze voorstellen is om het cultuurbudget op te trekken. En dat staat in schril contrast met wat de linkse cultuursector de mensen wil doen geloven. Is zoals ik er juist al zei, dat wij cultuur zouden haten en de sector kapot willen maken. Wel nee, wij zeggen net dat 2% van het bbp naar cultuur zou moeten gaan. Net omdat ik zo belangrijk vind dat er een gemeenschap is in Vlaanderen, een gemeenschappelijke identiteit die gestoeld is op een gezamenlijke cultuur, mijn sterk cultureel werkveld en speelveld. Als je kijkt amateurkunsten, hoeveel Vlamingen daaraan aan deelnemen is, meer dan de helft van de Vlamingen is betrokken bij een vorm van amateurkunsten. Hè. Dat kan de fanfare zijn, dat kan een lokale dansgroep zijn, een theatergezelschap, toneelgezelschap. Mijn grootouders zijn zelf altijd regisseur en acteurs geweest op lagere niveau, excuseer me als ze dit horen, maar bij een amateurgezelschap, maar ze deden dat zeer, zeer goed. Dus heel veel Vlamingen zijn ermee bezig, dat schept ook een band. En zulke zaken willen we net meer ondersteunen. Maar we moeten echt wel van al die andere excessen af. En dat zijn de keuzes die wij willen maken. Want dat is een van de voorstellen die in deze brochure staat, waarvan ik denk dat mensen vaak het meest zal verbazen. Maar dus het is
interessante lectuur, al zeg ik het zelf. Ik heb het niet alleen geschreven. Jan Huibrechts heeft er ook aan meegeholpen, de studiedienst van het Vlaams Belang ook. Maar ik denk dat we een stevig pakje voorstellen hebben om mee naar de kiezer te trekken. En eventueel, wie weet, aan de onderhandelingstafel ook te gebruiken. Maar er komt nog dat boek en daar staat nog veel meer in. Om gratis te vinden op de Vlaams Belang website. Hè, als ik absoluut. Okay. Publiekstrekker. 3 vragen van het publiek voor onze gast. Robin heeft ook wat vraagjes verzameld via onze persoonlijke berichten en onze sociale media en dergelijke meer. Dat zijn vragen voor u, dus daar gaan we over. Dat is gevaarlijk. Ja, misschien wel. Kijk. Ja. Maar het gedeelte heet natuurlijk publiekstrekker. Robin? Ja, exact. Dank u. Jonas heeft het al gezegd. Ik heb er enkele vragen uitgeselecteerd die mij aanspraken, in alle eerlijkheid. In eerste instantie een vraag van Pascal. Philippe, als je minister zou kunnen worden, welke post zou je dan willen innemen en waarom? Ja, al een vraag. Cultuur. Niet onrealistisch natuurlijk. Exact. Maar ik ben helemaal niet in de politiek gegaan om minister te worden of om burgemeester te worden. Of zo. Dat is helemaal niet mijn primaire doel. Dus dat zijn ook niet de dingen waar ik s'avonds over nadenk. Van, maar minister maakt wel beleid natuurlijk. Ja, maar beleid kun je vormgeven, zoals ik daar juist zei. Ook vanuit de oppositie zelfs. Liefst dan uit de meerderheid. Uiteraard lijkt me iets eenvoudiger. Maar daarvoor moet je niet per se zelf minister zijn. Vlaams Belang is een van de meest invloedrijke partijen, om niet te zeggen de meest invloedrijke partij de afgelopen 40 jaar vanuit de oppositie bijvoorbeeld. Dus ik verbind het een niet noodzakelijk aan het ander, maar het is gewoon niet een vraag waar ik s'nachts van. Vlaams Belang is een van de meest invloedrijke partijen, om niet te zeggen de meest invloedrijke partij de afgelopen 40 jaar vanuit de oppositie bijvoorbeeld. Dus ik verbind het een niet noodzakelijk aan het ander, maar het is gewoon niet een vraag waar ik s'nachts van wakker lig over nadenk van de verkiezingen, als ze goed uitdraaien, welke minister zou ik dan willen zijn of welke bevoegdheid zou ik willen doen? Nee, dus ja, ik moet u eigenlijk een duidelijk antwoord schuldig blijven omdat ik daar helemaal niet mee bezig ben. Ik hoop dat onze partij een goed resultaat neerzet, dat we vooral veel Vlamingen kunnen overtuigen en dat we diezelfde Vlamingen dan ook iets kunnen teruggeven. En uiteraard moet er niet flauw over doen. Ik hoop dat ik er nog eens mag bij zijn, dat ik nog 5 jaar in het parlement diezelfde Vlamingen mag vertegenwoordigen met evenveel passie zoals ik dat de afgelopen jaren heb gedaan. Maar om dan te gaan spreken over ministerposten en zo, nee, dat is niet aan mij. Het gaat hem niet om de postjes. Dus. Nee, absoluut. Oké, super. Een tweede vraag, die komt van Michiel. Natuurlijk, u woont in Sint-Niklaas. Ja. Een ander bekend politicus is u natuurlijk een beetje van het toneel verdwenen na allerhande akkefietjes. Dat is Conor Rousseau van Vooruit. Dat was de geduchte tegenstander in Sint-Niklaas. Verwacht u eigenlijk een soort van terugkeer, I'm back, bitches, om het zo te zeggen? Maar hij is niet volledig weg. Hè. We hebben hem zien opduiken in Amsterdam, waar mensen enkele honderden euro's, denk ik, moesten betalen om naar hem te gaan luisteren, waarin hij een uitleg gaf over hoe je verkiezing moet winnen. Ik wist niet dat de man al een verkiezing gewonnen had. Maar dus hij is niet volledig weg. Ik zie ook soms foto's van in zonnigere oorden. Dus ja, ik weet niet wat de man gaat doen. Maar ook daar lig ik eerlijk gezegd niet wakker van. Ik geloof dat wij ook in Sint-Niklaas, niet alleen in Vlaams niveau, maar ook in Sint-Niklaas een heel sterk verhaal hebben om naar de kiezer te trekken. Ik denk, Sint-Niklaas was vroeger een socialistisch bastion. Jarenlang socialistische burgemeester gehad, heel hoge scores voor SPA toen nog, of de SP. En ik denk dat wie vandaag Sint-Niklaas een beetje kent, of luisteraars of kijkers die hier wonen, ja, die zullen me geen ongelijk geven als ik zeg dat dat beleid tot wantoestanden van vandaag heeft gezorgd. Er is een grote leegloop geweest in Sint-Niklaas, zowel van jonge gezinnen die wegtrekken. We zien dat gemiddelde inkomen in Sint-Niklaas alsmaar daalt. Het gaat bijna onder de 20.000 euro per jaar nu. We zien dat de vervreemding enorm is. We zitten in top 10 van de meest vervreemde steden. Er is bijna geen horeca meer. Er is heel weinig leven in de brouwerij. Kortom, ik ben hier een doembeeld aan het schetsen van mijn eigen stad. Ik wil er wel bij zeggen dat diezelfde stad enorm veel potentieel heeft om iets mee te doen. Maar dus we zien de effecten van dat socialistisch beleid van vandaag. En Sint-Niklaasenaar weet dat.
En zij vergeten dat niet. En de socialisten zijn al enkele keren electoraal afgestraft, de Sint-Niklaas. En dat zal nu, of dat dat nu met of zonder Conner is, niet anders zijn. Want het gaat niet over Conner, hè. Het gaat over de ideeën die vooruit naar voren schuift. En dat zijn niet de juiste oplossingen die een stad als Sint-Niklaas nodig heeft. En ik geloof er wel in dat wij het juiste alternatief kunnen bieden om veiligheid of het veiligheidsgevoel terug te herstellen in Sint-Niklaas, terug dat stadscentrum, die kern, levendig te maken en vooral terug respect hebben voor de mening van de burgers. Dat vind ik een hele belangrijke. Ja, oké. Okay. Ik onthoud dat je Conner Rousseau niet gaat missen. Hè. Nee. Nu moet ik wel zeggen, en ik meen dat oprecht, ik ben blij als ik nieuwe jonge mensen in de politiek zie die gedreven zijn of die toch bepaalde talenten hebben. Dat is bijna een leeftijdsgenoot, hè? Is 5 jaar ouder ja, of zo? Ja, we hebben op dezelfde school gezeten ook, net tijdens dezelfde periode, als ik me niet vergis. Ik ken hem al even, niet zozeer heel persoonlijk, maar vanuit het uitgaansleven, in hoeverre dat er was in Sint-Niklaas. Dus ik vind het wel leuk, voor ongeacht welke partij dat je bent, vind ik dat het goed is dat je als jongere wilt engageren in die politiek. Want het is niet altijd vanzelfsprekend, veel jongeren durven die stap niet te zetten. Maar dan vind ik het des te jammer, als dat het voorbeeld is, dat je dan uiteindelijk geeft aan die jongeren. Dat je dan van café naar café of discotheek, we kennen de verhalen allemaal, maar dan in het hemelrijk moet eindigen met matrakken enzovoort, dergelijke uitspraken. En speciaal. Dat is niet de manier hoe hij aan politiek doet, vind ik geen juist voorbeeld voor jonge mensen die geïnteresseerd zouden zijn in politiek. Dat is een marketeer, daarom heeft hij nu ook zijn echte job wel echt gevonden als consultant. Absoluut. Filip, ik wil je uiteraard niet onderbreken. We hebben nog tijd voor één publieksvraag. Een allerlaatste vraag, die is van Elias ditmaal en pikt eigenlijk terug op ons vorig segment op de waarom. Hij zegt, bepaalde cultuurorganisaties die weigeren het Vlaams Belang, zelfs in hun raden van bestuur. Ook bij uzelf was dat het geval. Vindt u dat getuigt van een gebrek aan respect voor de Vlaming en of de democratie? Ja, dat is ongelooflijk. Je krijgt dat gewoon nergens uitgelegd. Je moet dat eens in het buitenland proberen uitleggen, bijvoorbeeld. Of zelfs andere organisaties die resorteren of onder toezicht staan van de Vlaamse overheid. Dus je werkt met Vlaams belastinggeld. Heel je organisatie is daarop geënt. Vaak is dat 50% of meer dan 50% van je inkomsten is puur Vlaams belastinggeld. En dan staat daar iets tegenover, dan zit het cultuurpact. En dat betekent dan dat je raad van bestuur deels politiek samengesteld moet zijn. En dat moet een weerspiegeling zijn van de verhoudingen in het Vlaams parlement. Dus zijn wij groot in het Vlaams parlement, dan hebben wij ook meer vertegenwoordiging in die raden van bestuur. Dat is allemaal onbezoldigd, je verdient daar niets mee. Maar dat heeft als doel om controle te hebben op waar het geld naartoe gaat. Niets artistiek, hè, want een raad van bestuur doet niet artistiek. Dus het is niet aan iemand in de raad van bestuur om te bepalen wat er op een podium komt, welke voorstelling, welke film dat er wordt uitgezonden. Gaat puur over de zakelijke kant, waar geven wij in deze organisatie ons geld aan uit en aan wat niet. En dan is het toch logisch dat die democratische controle wordt gerespecteerd, aangezien dat de Vlaams Belang kiezer, ja, die betaalt ook wel mee voor diezelfde cultuurinstelling. Ook zijn belastingsgeld of haar belastinggeld gaat daar naartoe. En dan zijn er organisaties zoals Flagey in Brussel die zeggen, ja nee, de centen die willen we wel, maar de vertegenwoordiging niet. Ik vind dat ze dan op zijn minst consequent moeten zijn. En dan moeten ze 20% van hun subsidie die ze hebben gekregen, dat is het aandeel van de Vlaams Belangkiezer daarin, moeten ze terugstorten aan de Vlaamse overheid. Maar alle gekheid op een stokje. Ja, ik vind uiteraard dat de waanzin voorbij is. En wij zijn ook nog steeds met juridische stappen bezig om de vertegenwoordiging in Flagey ook af te dwingen. Hè. En nogmaals, we doen dat niet. Ik doe dat niet voor mezelf. Dat is een extra vergadering die er bovenop komt. Ik vind dat gewoon belangrijk, dat die democratische controle daar blijft. En daar blijven we voor gaan. En ik hoop dat we daar ook op de steun van minister Jan Bon mogen rekenen, die als cultuurminister eigenlijk zou kunnen zeggen, als u het cultuurpact niet respecteert, dan krijgt u niets meer. Maar dat doet hij niet, jammer genoeg.
We kunnen misschien met deze belofte slash dreigement afsluiten. Philippe, bedankt voor uw aanwezigheid. Dank u om de allereerste aflevering in te vullen. Het is een eer, met veel plezier. Okay. Aan onze kijkers, onze volgende gast zal normaal gezien Tom van Grieken zijn. Als jullie vragen hebben voor hem voor de laatste ronde, dan kunnen jullie die stellen in de reacties onderaan uiteraard. Of dat kan via onze vele sociale mediakanalen. Graag tot dan. Bedankt om helemaal tot het einde te luisteren. We hopen dat je het boeiend vond. Opvallend, dataonderzoek wijst uit dat de meeste mensen die onze podcast bekijken of beluisteren, niet geabonneerd zijn op onze kanalen. Dat is nochtans de beste manier om op de hoogte te blijven van nieuwe uitzendingen en ons te volgen. De beste manier om ons te helpen is dan weer deze uitzending liken. Intussen blijven wij, zonder filter of taboes, tot de volgende.